De tentoonstelling In Beelden aan Zee is een beetje zoals binnenkomen in mijn eigen hoofd. En dan begin je rond te lopen. En dan maak je misschien net zoals ik in je hoofd associaties tussen al die verschillende beelden. En ik dacht van, er is iets dat ik ga proberen. Ik heb deze point d'observation, observatiepunten gemaakt. En die observatiepunten, die dienen ervoor dat mensen even gaan zitten en gaan kijken en de tijd nemen om tot rust te komen. En als je dan daar zit en gewoon kijkt hoe het licht op een beeld speelt, dan ontdek je misschien meer en beter waarover die dingen gaan. Ik heb natuurlijk heel veel gewerkt met die bloemen. En die bloemen, dat is een serie die heet Odore di Femina. Dat zijn die bustes. Daar is al heel veel over gediscussieerd. Daar is al heel veel over verteld. Hoe ze van ver op mosselbanken lijken. Hoe het iets te maken heeft met de vrouw en haar onaanraakbaarheid. Hoe het iets te maken heeft met la mer en la mer, de zee en de moeder. Hoe ze fragiel lijkt en terzelfde tijd zo sterk is en zo kwetsbaar lijkt en terzelfde tijd snijdt. Mijn handelaars zeggen altijd, Johan, met dit beeld alleen had je gewoon een carrière kunnen maken. Ik heb altijd gedacht, er zijn zoveel verhalen die ik wil vertellen. Dus dan ben ik naar al die andere dingen gegaan. Kijk, op dit ogenblik is er heel veel controverse rond mijn werk in Nederland met het project 11 Fountains, 11 fonteinen voor Friesland. Project met Anna Tilgo en met 10 andere internationale kunstenaars. En mijn ontwerp voor de fontein van Bolsward, die heeft heel veel losgemaakt bij mensen. En het is de eerste keer dat ik daarmee zo geconfronteerd word. En dus dachten we dat het heel mooi zou zijn om in de tentoonstelling hier het moedermodel van de fontein, dat staat buiten in de binnenkoer, het officiële model van de fontein en een aantal van de studies te plaatsen. En het is leuk, denk ik, voor het publiek om te zien hoe het beeld evolueert, hoe het concept evolueert en hoe je ziet hoe in mijn hoofd dat beeld ontstaat. Thank you.
met Joost Bergman hebben we dan gesproken over hoe gaan we die dingen selecteren. Wat zijn de verhalen die we willen vertellen? En toen zei Joost, maar je eigen kunstcollectie is zo belangrijk. Je hebt zoveel kunstobjecten bij je thuis en in het atelier. Zou het geen idee zijn om een paar van die objecten bij de tentoonstelling te voegen? En dus als extra bonus vind je eigenlijk 9 sculpturen of 9 objecten uit heel verschillende periodes die je kan terugvinden tussen mijn eigen werk. Dit beeld uit 1620, ongeveer 1620, gemaakt door een Italiaanse beeldhouwer die in Londen werkte. En die man heette Fanelli. En Fanelli was beroemd voor die heel kleine beeldjes, heel dynamisch. En het mooie is hier het onderwerp. Je hebt St. George and the Dragon. En het is leuk om te zien hoe hij de draak verslaat en hoe de toeschouwer in bolzwaard op het beeld kan kruipen en op die manier ook het donkere kan overwinnen. Kan zij nog mee naar hier? En in de binnenkoer is er een heel nieuw beeld. De haring, de herring. Ik zou er nog proberen een meter naar hier. Gewoon eens proberen. Ja. Een soort vreemd vrouwenbeeld van 5 meter hoog. En daarnet had je het onweer dat er aankwam. En je had al die meeuwen die rond het beeld waren aan het cirkelen. Stop. Ja. Zo. Ja. Tegen die blauwe lucht. En dat is een van de plezieren die je soms hebt als kunstenaar, om te zien dat iets werkt in de plek waarvoor je het gedroomd hebt.